Goeiedag, dit is de Telegraaf Nieuwsflits van maandag 20 juni met het nieuws in 100 seconden. Woede om varkensleed. Gifslangen uitgezet in Doornse bossen. Lieke verlaat Goeie tijdens slechte tijden. Doodgeschoten commando trakteert maten. Daklozen erft miljoenen. En Hugh Hefner doof door Viagra. Een actiegroep heeft stiekem gefilmd bij boeren die zeggen diervriendelijke stallen te hebben. De beelden hebben de woede gewekt van politici en dierenbeschermers. Oordeel zelf. Het filmpje van actiegroep Ongehoord kan als schokkend worden ervaren. Een onbekende heeft gifslangen uitgezet op de Utrechtse Heuvelrug. Het gaat om adders die normaal niet daar voorkomen. Natuurmonumenten waarschuwt boswandelaars voor de dieren. In 1946 is voor het laatst een Nederlander aan een adderbeet overleden. Lieke van Lexmond is plotseling uit Goede Tijden Slechte Tijden vertrokken. Na 8 jaar Charlie is het voorbij. De 29-jarige actrice wil zich meer richten op presenteren. Lieke is klaar voor een nieuwe stap, schrijft de Telegraaf vandaag. Een door de Taliban doodgeschoten commando heeft ruim 100.000 euro aan zijn vrienden nagelaten. De Engelsman David Hart heeft er wel een voorwaarde aan verbonden. Het geld van zijn levensverzekering moet in 1 keer worden opgemaakt. Een jaar na de dood van David gaat het hele gezelschap naar Las Vegas. Een Amerikaanse dakloze heeft plotseling miljoenen geërfd van zijn overleden broer. De 60-jarige Max werd na een zoektocht van 2 maanden gevonden in een park in Salt Lake City. De privédetective die hem vond, zegt dat Max in shock is. Hugh Hefner is doof geworden door het constant slikken van Viagra. When can we look forward to seeing that? When can we look forward to seeing that? Dat zegt de tweeling die regelmatig het bed met hem deelde. Hefner zei dat hij liever doof werd dan geen seks meer had. Dit was de nieuwsflits. Vandaag blijft het nog lekker weer, maar morgen is het weer helemaal mis. Lees op de site verder over de 19-jarige Pieter Kiveron, die met zijn Nissan GT-R 310 km per uur reed en daarvan een filmpje op internet zette. Waarschijnlijk gaat hij vrij uit. Tot morgen!